En intussen bent u erbij gekomen, David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen. U hebt meegevolgd, hè? Ja. Even over die relatie tussen Turkije, Rusland en Syrië. Om te beginnen, in heel dit verhaal hebben we eigenlijk nog nooit gehoord wat Syrië nu eigenlijk vindt van het feit dat Turkije is binnengevallen in toch een soeverein land. Ja, ja, absoluut. Ik denk dat de Syrische regering daar eigenlijk niet zo blij mee is. Hè, dat er een inval is geweest van de Turken in het noorden. Maar natuurlijk, de Syrische regering heeft beperkte mogelijkheden. In die zin dat Turkije en Rusland ook zeer actief zijn in de provincie Idlib. Op dit moment is Assad eigenlijk zijn positie aan het consolideren in Syrië zelf. Hij is eigenlijk aan het winnen. En heeft de laatste Soenitische strijders uit de strijd die we gezien hebben in Aleppo en in Douma en in andere steden, heeft hij die op bussen gezet richting Idlib. Daar is Assad nu aan het bombarderen. Hij heeft dus de Turken voor een stuk nodig, maar heeft wel ook geuit eigenlijk dat dit een schending is van het Syrische grondgebied en dat dat eigenlijk, ja, dat dat eigenlijk aangepakt moet worden. De vraag is inderdaad, wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk? En zoals Jens Fransen zeer terecht zegt, liggen veel van de kaarten bij de Russen. We hebben eigenlijk initieel op woensdag gezien dat de Russen niet veel gezegd hebben. Het lijkt alsof dat de Russen initieel laten begaan. En dat heeft te maken met het partnerschap tussen Turkije en Rusland dat de laatste jaren is ontstaan. Beide landen werken ook economisch samen. Bijvoorbeeld, ze zijn samen een nieuwe aardgaspijpleiding aan het bouwen richting Europa over de Zwarte Zee heen. Dus ze werken initieel samen. Dus Poetin laat toe. Op dag twee zegt Poetin, ja, maar de territoriale integriteit van Syrië mag toch niet geschonden worden. Hij wacht. Vandaag horen we indicaties dat Poetin zegt, IS, wij zijn er niet zeker van dat die IS-kampen die nu bewaakt worden door Koerdische groepen, dat die wel veilig zullen blijven. Met andere woorden, dat er misschien ook IS-strijders weg zullen gaan. In die zin drijft Rusland voor zichzelf ook de prijs op. De prijs met het oog op, zullen we interveneren, zullen we onze band met Turkije gebruiken om een rol om hen aan te kunnen spelen. Te wij zijn moord en brand aan het schreeuwen. Bij Europa bedoelt u? Bij Europa, vooral omwille van een aantal elementen. Het eerste element is natuurlijk de IS-strijders die vrij kunnen komen. Het tweede element is dat meneer Erdogan wel zeer creatief is met het interpreteren van de vrijheid die hij zogezegd moet krijgen om zijn eigen grondgebied te beschermen. Want hij wenst niet alleen binnen te vallen in Irak. Hij wil zelfs een bepaald gebied in Syrië, excuseer. Hij wil niet alleen daar binnenvallen. Hij wil een gebied, een zone van 30 kilometer, helemaal vrijmaken, ontvolken eigenlijk, en daar dan Soenitische vluchtelingen uit Syrië hervestigen. Ten koste van de Koerden. Ten koste van de Koerden. En dan is timing, denk ik, in dit verhaal erg belangrijk. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat we eigenlijk in een soort van eindfase leken te zitten in de Syrische oorlog. En recent was er nog het Astana-proces. Dus dat is Turkije, Rusland, Iran en de Syrische regering die samenkomen. En die hebben groen licht gegeven om in de schoot van de VN een constitutioneel comité te laten starten om na te denken over de toekomst van Syrië. Als de oorlog eenmaal beëindigd is. Als de oorlog gedaan is. Dat is eigenlijk een afleidingsmanoeuvre geweest van Assad. Wij keken allemaal naar dat constitutioneel comité. Wij dachten, oh, het gaat beter in Syrië. Ondertussen consolideert hij Idlib verder natuurlijk. Maar Assad heeft wellicht nu gecalculeerd dat hij nu moet ageren in Noord-Syrië, omdat hij bij wijze van spreken zichzelf dan een plaats bombardeert aan de onderhandelingstafel om permanent een rol te kunnen gaan spelen in dat nieuwe Syrië. Hij wil heel duidelijk, is door die inval eigenlijk een plek aan het verzekeren. Ja, Erdogan, Turkije, is zichzelf een plaats aan het garanderen. En voor de rest chanteert hij eigenlijk ook Europa. Hij kijkt eigenlijk, hoe ver kan ik gaan? Ja, ja, want inderdaad, hij is een nabije buur van Europa, maar ook lid van de NAVO. Dat wringt toch aan alle kanten, denk ik dan. Ook als je Stoltenberg hoort, pas op, maar zachtjes. Ja, en je hoort inderdaad Stoltenberg zeggen, wij hebben
we begrijpen de bezorgdheden van Turkije met betrekking tot haar eigen veiligheid. Maar als we dit laten passeren als Europese landen, dan betekent dat dat wij eigenlijk een alliantiepartner toelaten om niet alleen binnen te vallen in een ander land, maar ook aan social engineering te gaan doen, een volk weg te duwen, een ander volk daar eigenlijk binnen te brengen. Dat gaat eigenlijk ver. Is de NAVO ook geen waardengemeenschap? Dus Erdogan, denk ik, die tast af. Wat kan er niet? En zo komen de Russen terug in het spel. Zij hebben wel de middelen om eventueel initieel die IS-kampen om die terug te gaan beschermen. En dan stelt zich de vraag, we moeten eigenlijk daarvoor naar het verleden, als we vandaag Turkse commentatoren horen, dan verwijzen die allemaal naar het Adana-pact van 1998. Dat is zo'n moment geweest dat Öcalan, de leider van de Koerden, PKK-leider, ja, dat die inderdaad het Syrische grondgebied gebruikte als uitvalsbasis voor terroristische acties op het grondgebied van Turkije. En toen heeft ook Turkije gedreigd om binnen te vallen. En toen is er een pact, het Adana-pact, tussen vader Assad en ook Turkije. Dat zegt artikel 1, het Syrische grondgebied kan niet gebruikt worden als uitvalsbasis om de veiligheid van Turkije te bedreigen. De Turken verwijzen naar dat principe, zeggen tegen ons Europese landen, wij zeggen al heel lang dat er iets moet gebeuren en u doet niets, dan nemen wij het heft in eigen handen. En wat is dan de rode lijn? Vanaf wanneer zal ofwel NAVO en of EU iets moeten ondernemen of gaan de Russen zeggen van oké, nu is het moment om ertussen te komen? Tegen welke prijs dan? En wie betaalt? Ja, ik denk dat uiteindelijk de twee principes, diplomatiek, hè, op dit moment zijn er mensen aan het sterven. Dus met andere woorden, de window of opportunity die neemt af. De Koerden zullen bereid zijn, u hoort het Jens Fransen zelf zeggen, om in de bergen te trekken, maar terroristische acties te gaan ondernemen tegen Turkije. Dat lost niets op, maakt de zaak alleen maar erger. De vraag is, kan je op een of andere manier dat principe van het Adana-pact verzoenen met onze visie op internationaal recht? Met andere woorden, dat je niet zomaar de grenzen schendt van een ander land of en de bevolking. Dat? Dat zou eventueel kunnen door bijvoorbeeld de Russen samen met de Fransen eventueel een bescherming te creëren tussen de grens van Turkije en Syrië. Ik zie dat bijna als de enigste mogelijkheid. Toch een soort bufferzone? Toch dan? Een soort van buffer. Maar indien we dit niet kunnen doen, dan gaat dit helemaal ontaarden. En dan zal misschien Assad denken dat er een volgende hoofdstuk in de Syrische oorlog begint, waar hij misschien dan de Koerden zelf als pasmunt gaat gebruiken. We gaan de ontwikkelingen blijven volgen. Professor Kriekemans, hartelijk dank voor de uitleg.